Heeft uw zoon de passie van u doorgekregen? Het bier drinken wel, denk ik, ja. Ja, ja. Breda Nu. Je weet het meteen. Nou, zoals jullie kunnen zien is het bier lekker aan het pruttelen. Dat mag ook wel tijdens deze open brouwdag van Biergilde Breda. Want vanochtend stonden de eerste mensen hier al om 9 uur. Hoi Marijn, jij bent de oprichter van Brouwgilde Breda. Kun je een beetje omschrijven wat jullie allemaal doen? We zijn eigenlijk een club met enthousiastelingen die de focus hebben op bierbrouwen. En waar moet een biertje aan voldoen voordat het een triple biertje is? Nou ja, het moet goed doordrinkbaar zijn. Stevig op alcohol, goed op smaak, maar niet te extreem. Doordrinkbaarheid is heel belangrijk bij dat bier. Dus het is ook een van de moeilijkste stijlen om als brouwer goed te brouwen. We zijn dan de raadhuisbrouwers uit de Rijden. Normaal met 4 personen, maar ja, de andere plannen. En wij zitten bij het Brouwgilde sinds ruim een jaar. En het is gewoon superleuk om samen te brouwen. Te proeven ook van wat heb jij gemaakt en elkaar te inspireren. De Bearded Brewers van Breda, dat trio hier, één daarvan is onze zoon. Dus, en wij zijn de vaste supporters. Hij zei vanmorgen nog, de trouwste fans, dus nou ja, wat wil je nog meer? Nou, we staan hier met René en die heeft een brouwerij, een kleine brouwerij. In Terheide, ja klopt. Daar komen ook heel veel huurbrouwers, dus de brouwers die je hier om je heen ziet, zeg maar. Er zijn meestal allemaal hobbybrouwers, maar die willen soms ook wel eens een keer iets commercieels doen. Want wat je als hobby brouwt, dat kun je niet verkopen, zeg maar. Dat mag je niet in een café zetten, dat mag je ook niet verslijten. En die komen heel veel bij ons. En dat is superleuk, omdat wij eigenlijk een hele kleine brouwerij zijn, is die stap niet zo groot. Dus de investering is niet zo groot, hè, want het kost ook centjes natuurlijk om een biertje te brouwen. En het is gewoon wat kleiner volume, dus op 300 liter kun je bij ons dan brouwen. En dan dat vinden wij dat superleuk. We leren van elkaar, wij leren van de huurbrouwers die bij ons komen. En de huurbrouwers leren weer van ons. En dat is altijd supergezellig. Jullie zijn hier als bezoekers gekomen. Wat heeft jullie aangetrokken tot dit evenement? Het bier. Ja? Ja, ja. Ja, ik heb vorige week geholpen met, want hier op, bij de fietsenmaker hebben ze ook bier gebrouwen. En ik heb even geholpen met bottelen. En toen hoor ik dat vandaag deze dag was. Ik denk, nou ga ik even kijken. Ja, je doet het ook voor elkaar. Je doet het met elkaar eigenlijk. Het is... Ja? Je deelt kennis en ja, normaal als je mensen zegt van hey, ik heb een biertje zelf gebrouwen, wil je proeven? En dan zeg je, oh lekker. Maar ja, wij willen altijd nog even verder erover doorpraten. Of vind je van het aroma, hoe is de body? En met brouwers onderling, hè, dan blijf je niet, je blijft gewoon praten over bier. En, je zit altijd met vragen, hè? Je komt van allerlei dingen tegen. Hoe verbeter je iets, hoe een probleempje? En ja, gezamenlijk leer je dat. Wij zijn vrij jong begonnen, maar sommigen doen het al tientallen jaren. Hè? Die meneer zegt al meer dan 30 jaar. Ja, dat is gaaf. Ik merkte dat er een beetje in Breda een gebrek was aan kennisuitwisselingen. En toen heb ik een aantal jaren geleden tegen wat mensen gezegd van ja, zouden we dan eens niet eens doen? Dat is misschien wel leuk. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En nu hebben we 50 leden. En komen we ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. En dan hebben we 1 keer per jaar de open brouwdag hier op Stek. Waar we dus in de open lucht bier maken. En waar mensen ook een beetje kunnen zien wat we eigenlijk doen en wat het proces is. En nou, we zien dat de hele dag door eigenlijk mensen langskomen om te kijken wat we eigenlijk hier doen. Want leg jij dat een beetje uit, hoe het te werk gaat aan de bezoekers? Ja, zeker. Als mensen de vraag hebben naar het proces, dan leg ik uit wat we aan het doen zijn. Het ligt natuurlijk een beetje aan wanneer je komt, wat ik aan het doen ben. Meestal vragen ze dat dan. Maar je kunt dan aan ons altijd vragen wat het hele proces inhoudt en dan leggen wij dat uit. Heeft uw zoon de passie van u doorgekregen? Het bier drinken wel, denk ik, ja. Ja, ja. Dat denk ik wel, ja. Maar wij houden wel van lekker eten. We zijn wel Bourgondisch ingesteld. En ik denk dat je dat misschien van thuis uit mee heeft gekregen. Met name van zijn oma. En is de sfeer een beetje goed? Ja, volgens mij wel. Ik bedoel, als er bier bij komt, is sfeer altijd goed, zou ik zeggen. Dus ja, volgens mij wel. Ja, leuk. Heel leuk. Breda Nu. Je weet het meteen.